Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen. Dit is De Kletspet, met elke week weer drie vragen over één of meer actuele onderwerpen. Vindt u dat de scholen wel of niet een week eerder dicht moeten met de kerst? En waarom? Denk je niet? Omdat de meeste meisjes allemaal met hun werk zitten en dingen. En als ze dan bij wijze van spreken de kinderen besmet zouden zijn, dan gaan ze meestal naar opa en oma. Snap je? Oké. En dan besmetten die ons weer. Denk ik dan, hè? Ik denk dat het wel handig is, ja. Twee redenen. Ten eerste omdat je gaat weer veel familie zien tijdens de feestdagen. Dus dan niet erg zijn om minder besmettingen te hebben in klassen. En een beetje extra vakantie voor de kinderen is nooit mis natuurlijk. Ik hoor ook alleen maar positieve gevolgen. Ja, toch? Ja. Okay. Ik zou het ook lekker doen. Dan moeten die mensen weer oppassen zien te regelen, zeg maar. Dus liever niet. De ouders dan, hè? Ik heb geen schoolgaande kinderen. Ik vind dat heel moeilijk om te beantwoorden, want er zijn natuurlijk zat ouders die thuis werken. En dat wordt lastig als je kinderen thuis zijn. Wow, lastig, hè? Nee, ik vind dat ze niet eerder dicht hoeven. Want anders zaal je er ook ouders mee op. Die moeten ook vrij nemen daarvoor. Dus ja, dat gaat ook niet, hè? Altijd. Ja, als ze dicht moeten, dan zou ik zeggen, dan doe het maar net voor de vakantie, hè? Dan maakt de vakantie maar iets langer. Nee, dat denk ik niet. Ik denk juist dat je veel meer schade toeberekent dan aan de kinderen. Maar ik denk wel dat de maatregelen die op scholen worden genomen onvoldoende toereikend zijn om de huidige besmettingen op die scholen het hoofd te kunnen bieden. Ik denk dat kleinere groepen en misschien opdelen van klassen, waardoor ze misschien uiteindelijk minder naar school gaan, maar wel naar school kunnen gaan, dat inderdaad uiteindelijk beter toereikend zal zijn dan of helemaal dicht of helemaal open inderdaad. Ja. De Olympische Winterspelen in China worden door meerdere landen diplomatiek geboycott vanwege het schenden van mensenrechten. Wat zou Nederland volgens u moeten doen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik ben geen sportman, dus ja. Ik weet er helemaal niet van af van sport. Het boycotten, dat zou ik niet direct doen. Maar je kan wel een statement ervan maken dat je het er niet echt mee eens bent wat er is gebeurd daar. Maar op welke manier, dat zou ik niet weten. Nou, Nederland die wacht wat Europa doet. En als Europa boycott, dan doet Nederland, gaat daar mee, zeg maar. Dus, en als Europa niet meegaat, dan weet ik niet wat ze dan doen. Maar ik denk het niet. Ik denk hetzelfde volgen. Niet dat correcte doen van we doen niet mee. Ik denk dat ze dat ook moeten doen. Een statement maken. Ik heb dat onderwerp niet gehoord. Jij hebt er wel wat van gehoord, ja, toch? Ook niet heel veel. Ik weet welke mensenrechten worden geschonden. Ik heb dat niet meegekregen. De Oeigoeren? De Oeigoeren, nooit van gehoord? Nee. Oh. Ja, vind ik een moeilijke zaak. Van de ene kant zeg ik boycotten en van de andere kant zeg ik ja, de sport die staat daar helemaal buiten, dus ik weet het niet. Ik weet niet waar wijsheid is. Ik weet dat in het verleden er diverse delegaties heen gegaan zijn van ministers, van koninklijke hoogheden, dat soort zaken. Die hebben op dat moment een statement gemaakt. Want ik denk dat als we het zouden boycotten, dat je de topsporters die echt naartoe werken heel hard echt ja, tekort zouden doen. Dat is hun baan. Door het te boycotten zeg je eigenlijk jongens, laat maar, je mag je werk niet uit te voeren. Dat zou ik wel kwalijk vinden voor de topsporters. Ik denk wel dat je op een bepaalde politieke of koninklijke delegatie ook een hoop kunt bereiken. Wordt Max Verstappen dit jaar wereldkampioen Formule 1? En hoe blij bent u dat ook de komende jaren de Grand Prix van Zandvoort op de kalender staat? Voor mij mag alles, hoor. En het is te hopen dat hij kampioen wordt. Het is tenslotte een Nederlander, hè? En die moet het. Ga erop, zou ik zeggen. We zijn allebei echt hele erge fans. Echt heel erg. Maar het wordt wel heel lastig voor hem, de laatste race. Ze hebben wel, Mercedes heeft het te goed aangepakt, het laatste gedeelte van het seizoen. Ze hebben een redelijk voordeel. Dus natuurlijk hoop ik het.
Maar ik acht het wel realistisch in dat de kans ook heel groot is dat Hamilton gewoon laatste punten binnensleept. En voor Zandvoort vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, tuurlijk. Nu Max een beetje aan de wereldtop staat, is het juist leuk ook dat hij wat meer ook in Nederland kan rijden. Dan heeft er meer fans zitten, toch? Zeker. En als je zag hoe, goed Zandvoort het deed dit jaar, vergeleken ook met alle andere circuits, dan heeft Zandvoort wel een statement gemaakt van hoe de benchmark moet zijn op dit moment. Dus ik hoop dat het er weer in blijft dan, ja. Nou, ik denk dat hij het wordt, want ik heb net nog zitten kijken. De eerste, die training, daar heeft hij heel goed gereden. En Zandvoort moet blijven natuurlijk. Nationale sport nummer 1 op het ogenblik, Formule 1 dus. Nou, ik hoop dus echt dat hij het wordt. Want het is gewoon uniek, hè? Het zet Nederland weer op de kaart. Dus zo klein als we zijn. En Zandvoort. Ik vind het heel uniek dat het weer open kan. Nederland daardoor ook weer bekender wordt. En ik hoop dat het doorgaat. Ik denk dat hij geen kampioen gaat worden, omdat het niet mag worden. En of we er blij mee zijn, tuurlijk, we kunnen het zien. Dus dat is mijn antwoord. Ja, Max Verstappen die wordt wel nummer 1, denk ik. Maar omdat ik nou zo heel blij ben dat hij op de kalender staat, de Grand Prix, dat gaat toch wel door. Het is nergens anders. Ik denk sowieso dat Max Verstappen kampioen gaat worden. Grand Prix van de Zandvoort, een mooie sportevenement. Maar ik denk ook dat we wel moeten gaan kijken naar de vervuiling die erbij komt kijken. Hoe we dat op een andere manier kunnen compenseren. Bedrijven moeten zich aan de regels houden, dus ook een Grand Prix ook. Of op een andere manier kunnen compenseren. Er zijn zat mensen met vogeltjes die er allemaal niet mee eens zijn, maar we hebben genoeg natuur. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen.